Doe het boven het vuurwerk, erg gevaarlijk. Pyroteam Del. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan wij Dutch-pyro een beetje reviewen. Gaan we wat bestellen. Het is categorie 1 vuurwerk. En ja, we zijn benieuwd of het ook snel geleverd wordt. Etcetera, etcetera. Wat voor producten ze hebben. En ja, hoe de service is van Dutch-pyro.nl. Ja, ze hebben verschillende artikelen. Wensballonnen zie je hier al staan. Categorie 1 vuurwerk natuurlijk. En dan heb je pakketten. Zal ik even aanklikken. Hier, dan kan je goede pakketjes kopen. Daar doe ik er 2 van. Hotshots. Ik weet niet wat het is. Ik zie er wat dingetjes bij zitten. Die mij wel aanspreken dus. Die zit in het winkelmandje. Even kijken, wat heb je hier nog meer? Ja, ik zal eerst even gaan bekijken wat voor categorieën ze hebben. Viscolont. Grote rollen natuurlijk. Handig om dingen mee, leuke projectjes mee te maken. 10 uur project bijvoorbeeld. Ja, je hebt hier allerlei dingen. Confetti shooters heb je. Daar wil ik er trouwens ook eentje van. Doen we gewoon. Hoppakee. Schietkisten heb je. Aanstekers. Oh, wat gebeurt daar? Ja, hier. De Pyro Torch. Dat is eentje die ik al zag staan daarnet. Voordat ik dit begon. En toen dacht ik van, ja, die moet ik ook hebben. Pyro Torch is natuurlijk super veilig om te hebben. En om vuurwerk mee af te steken natuurlijk. Dus die doen we er gewoon bij. Sowieso een aanrader. Je kan ook natuurlijk zo'n aansteker rond kerst aanschaffen. Ik denk dat het dan wel heel erg druk is. Dus mijn aanrader zou zijn om het nu te doen. Want ja, dan heb je hem zeker in huis. En je kan hem ook vullen aan de onderkant. Dus het is een erg mooi ding. Ik ben er heel erg benieuwd naar. We gaan gewoon eventjes naar de categorie 1 vuurwerk. En dan gaan we even kijken of daar wat leuke dingen tussen zitten. Ja, je ziet al dat ze wat kortingen hebben. 10% korting op knetterballen. 1,35 voor 8. Dat is niet duur. Ik heb ze wel eens duurder gezien. Dus die doen we er gewoon bij. Ja, doen we. Doorgaan, huppakee. Grombloemen, is ook wel leuk eigenlijk. Twister Cracklin. Is ook een mooi product. Dat is natuurlijk een grombloem met knetter. Zitten er volgens mij, even kijken hoeveel zullen er in zitten. 20 stuks per verpakking. Nou, die doen we er ook wel even bij. Wat zullen we doen? 2 pakjes. Huppakee, in het winkelmandje. Flashing Demon. Flitspaaltjes. Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Die heb ik al vaker gezien. Ja, daar doen we ook gewoon een pakje van. Gaat ook in het winkelmandje. Wat gaan we nog meer nemen? Knetterkegels. Vind ik ook wel leuk. Ja, we doen gewoon dit hele rijtje. Hotel de botels vind ik leuk. Huppakee. Knetterlint vind ik leuk. Ja, je ziet ook dat ze hier... Spinnerpack, die neem ik er ook bij. Volgens mij is dat dezelfde als van de Aldi. Luchthuilers. Ja, die moet er ook bij. Gillers. Knalerwten zullen we daar gewoon een pakje voor de grap van nemen. Ja, doen we. Mini Stromboli. Doen we ook. Oh, waar klik ik op? In het winkelmandje. Oh, doorgaan. Even kijken, waar was ik gebleven? Ja, daar. Is nog wat leuks. Wat ik zo snel even zie. Nou, we doen wel even een feestfonteintje erbij. Altijd leuk. Voor als er binnenkort de 10.000 abonnees worden gehaald, kunnen we een mooi taartje maken. Wat heb je nog meer hier zo? Even kijken. Black Booze. Ja, ja, ja. Die doen we er ook bij. Die moet er gewoon bij. Huppakee. Black Booze. Ik ben er erg benieuwd naar. Dit vuurwerk mag dus het hele jaar worden afgestoken, mensen.
en worden besteld natuurlijk, is gewoon legaal. Doorgaan, die wilde ik er ook bij. Confetti shooter. Echte pistolen natuurlijk. Nou, hier staat er een verhaaltje van. Of je vuurwerk mag af, je categorie 1 vuurwerk het hele jaar door mag afsteken. En of Dutch Pyro wel legaal bezig is. Het staat helemaal goed uitgelegd. Ik zou zeggen, lees het even door. Want het is toch handige info dat je dat gewoon weet als Pyro. Het is echt een goede site. Hoe het allemaal staat geordend. Ik heb er niks negatiefs over te zeggen. Mooie categorieën zie ik staan. Er staat dat er voor werkdagen voor 3 uur besteld morgen in huis. Daar ben ik benieuwd naar. Er zijn webshops die dat zeggen maar niet kunnen bewerkstelligen. Maar ik ben erg benieuwd of dat hier wel zo is. Nou, je krijgt er altijd gratis bij. Gratis verzending van €75. Nou, daar komen wij net niet aan, maar is geen probleem. Bestel er nog wel een keertje bij. Ja, even kijken. Nog even het winkelmandje in totaal even zien. Dit zetten dan tussen. Hotshots, confetti shooter, pyro torch. Hier ben ik echt benieuwd naar. Knetterballen 8 stuks. Twister crackling 2. Flitspaaltjes, knetterkegels, hotel de botels. Heb ik knetterlint, spinnerpack, luchthuilers, knalerwten, mini stromboli, feestfonteinen, black boos, confetti partypistool. Oh, ik krijg er. Je ziet al gelijk wat je gratis krijgt. Dat is leuk. Gratis flitspaaltjes. Oké. Nou, hier kan je dus korting krijgen op je bestelling. Krijg je 2,5% korting op. Zou ik sowieso even doen. Ik heb het al gedaan. En ja, dan gaan we bestellen. En dan zijn we benieuwd wanneer het aankomt. Nou, we hebben het pakketje binnengekregen. Ja, zoals je ziet in een goede doos. Staat niet iets op van vuurwerk of zo. Hij heeft geen vuurwerksporen. En ik snap dat wel, want ja... Je wil natuurlijk niet dat de politie of iemand anders de reden heeft om bij jou te gaan zoeken naar iets wat vuurwerk is. Want ja, het is natuurlijk logisch dat wij een van vuurwerk houden die soms misschien wel wat bestellen in Polen of iets. En als je dan met categorie 1 komt met fireworks, categorie 1, dit en dat... Ja, dan snap ik wel dat je iets aantrekkelijker bent voor mensen zoals de politie. Dus ja, het is erg fijn, een fijn gevoel dat het gewoon een soort van anoniem pakketje is. Het is natuurlijk dutch-pyro.nl, alleen hier op de doos staat DP webshop. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Oh, er komt al wat uit. Nou, dan gaan we hem gelijk maar openmaken. Dit is hem. Allereerst, wat er al uitkwam. Knetterballen. Daar zitten er 8 van in een pakje. Ik ben wel benieuwd naar deze. Confetti shooter. Altijd leuk erbij. Het is natuurlijk een soort party popper. Gaan we ook binnenkort doen. Even kijken, wat hebben we hier. Black Boos. Er zitten er 32 van in. Dat is van Leslie Vuurwerk. Ja, het zijn ook geinige dingen. Heb ik expres erbij genomen, zodat we deze dingen kunnen uittesten. Ik verwacht er best wel veel van. Hier een pyro torch. Ja, hier ben ik echt super blij mee, want ik had deze nog niet eerder gezien op andere webshops. Een Dutch Pyro had hem, dus ik dacht ik neem die erbij. Komt een goede vlam uit. Dus erg veilig voor het afsteken van vuurwerk. Kan ook tegen wind natuurlijk. Ja, erg mooi. Ben ik heel blij mee. Wat hebben we hier? Een soort van mini fonteintjes. Achtig iets. Ja. Ja, het zijn kleine fonteintjes. Categorie 1. Ook leuk. Wat hebben we hier? Knetterkegels. Ik zal er eentje uithalen.
Ja, het zijn natuurlijk kleine fonteintjes die knetteren. Spreekt voor zich. Altijd leuk om, om ermee te kloten. Want het mag natuurlijk het hele jaar worden afgestoken nogmaals. Pak je knalerwten. Ja, toppers. Ik denk dat hier de politie wel voor komt. Weer flitspaaltjes. Nou, ik dacht van deze moet ik erbij nemen. We zijn wel lachen. Even kijken, wat hebben we hier? Luchthuilers. Nou, daar ben ik natuurlijk ook blij mee, want ja, die gil van de gillende keukenmeiden, die vind ik dat die wel horen bij Oud en Nieuw. En nu dat de babypeltjes verboden zijn en uit de handel, is dit een mooi alternatief. Het zijn geen voedzoekers, zet ze in de grond, ze gillen. Nou, de rest zullen jullie nog wel zien op het kanaal. Mini stromboli. Dacht ook van, wat is dat, dat wil ik erbij hebben. Ook van Leslie, het is eigenlijk bijna allemaal Leslie volgens mij. Wat hebben we hier? Hotel de Botels. Even laten zien hoe ze erin zitten. Ben ik ook erg benieuwd naar. Dus die gaan we binnenkort ook doen. Wat hebben we hier? Twisters. Met cracklin. Dus het zijn gewoon grombloemen met knetter. Spreek voor zich. Even kijken. Knetterlint. Ja, vorig jaar had je knetterlint bij de Aldi. Ja, dat waren best wel harde knallen. Op Oud en Nieuw staken we die af en toen waren er al mensen aan het klagen over. Hier hebben we de Hot Shots. Even kijken, daar heb ik twee pakjes van. Ja, er zitten gewoon grombloemen in, cracklinballs, small fontein, binkies. Zijn natuurlijk niet die shocks. Maar ook lachen, zo'n klein pakketje. Wat hebben we hier? Party gun. Natuurlijk echte geweren. Ik heb er geen vergunning voor, maar ik dacht, ik neem ze toch maar stiekem erbij. Spinner pack. Deze had je, exact deze had je ook vorig jaar bij de Aldi. 40 stuk zitten erin. Ja, zijn gewoon de welvertrouwde grombloemen van Leslie. Mogen ook gewoon het hele jaar door worden afgestoken, mensen. En worden gekocht natuurlijk. Hier nog een pakje mini stromboli, daar had ik er twee van. En hier ook nog een pakje van die kleine fonteintjes. Daar had ik er ook twee van dus. En hier een pakje ijsfonteinen, kan niet ontbreken. Ja, en dit was hem. De doos is leeg, zoals je ziet. Best wel een mooi pakketje geworden. Ik zal hem even filmen. Best wel een mooi pakketje natuurlijk. Dan kan je best wel een middagje mee stoken. Gewoon legaal. En dat gaan we dan ook binnenkort doen. Gewoon een middagje gewoon tussen de woonwijken filmen. En kijken wat de reacties is van mensen. Of mensen nog aan het klagen zijn dat hun honden bang zijn. Hun katten bang zijn. Of hun muizen bang zijn. Ik denk het wel. Het zijn natuurlijk altijd klagers. Hè? Het is geen Oud en Nieuw. Nee, maar dit mag het hele jaar door. Ja, hier nog een mooi pakketje. Dutch Pyro. Natuurlijk een mooie bestelling. En ja, we gaan binnenkort natuurlijk, wat ik al zei, op pad ermee afsteken. Compilatie van maken. En het video net na de Zenatrofie. Ik kan niks beloven, maar iets na de Zenatrofie denk ik dat die video online zal komen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, neem een kijkje op dutch-pyro.nl. De link staat in de beschrijving. Ze hebben echt super goede acties. Ja, de verzending was snel. Eén dag later had ik het al binnen, het pakketje. Een track and trace code zat er netjes bij. Goede acties. Leslie vuurwerk, dus gewoon goed betrouwbaar. Maar even kijken, ja, deze dingetjes. Deze pyro torch, dat is echt een aanrader. Kost niet zoveel. En dan heb je ook wat. Oeh, doet boven het vuurwerk. Erg gevaarlijk. Maar dit is een aanrader. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Laat even weten wat je van deze video vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao.